De stad investeert 2 miljoen euro in de wijk Selwerd. Het college stelt de raad voor de gelden voor stedelijke vernieuwing voor de komende 4 jaar uit te geven aan Selwerd. Het geld gaat naar sociale projecten. De woningcorporaties investeren in woningverbetering. De gelden voor de stadsvernieuwing houden op te bestaan. En de gemeente zoekt naar nieuwe manieren om de wijken op te knappen. De hoeveelheid geld die wij voor stedelijke vernieuwing hebben is natuurlijk de afgelopen jaren flink afgenomen. Sterker nog, op dit moment is het gewoon een gedecentraliseerde taak. Het Rijk zegt, doe het als gemeente zelf maar. We hebben er geen geld voor gekregen, dus we moeten het helemaal zelf doen. En we moeten er ook op bezuinigen, dat doen we ook. Maar voor Selwerd hebben we heel duidelijk gezegd, daar houden we de ambities overeind. En de 2 miljoen die we daarvoor in gedachten hebben, die blijven we dus besteden aan Selwerd. De sociale samenhang in Selwerd is minder groot dan in andere wijken. Samen met wijkbewoners en woningcorporaties is het plan opgesteld. Het plan wordt gekenmerkt door kleine ingrepen, in overleg met de bewoners. Op die manier moet de wijk zich langzaam maar gestaag ontwikkelen. Selwerd wacht eigenlijk al heel erg lang op wijkvernieuwing. We horen dat van bewoners, we horen dat vanuit de gemeenteraad. Die zegt eigenlijk tegen het college, kom nou eens een keer met een visie, met een plan, hoe je de wijkvernieuwing in Selwerd wil aanpakken. Nou, we hebben gezegd, ja, het duurt inderdaad veel te lang. We komen nu met een plan van aanpak. Eerder werd al een stop gezet op de studentenhuisvesting in de wijk. En die wordt nu verlengd. Er is voor Selwerd een soort uitzondering. Dat is de time-out jongerenhuisvesting. Dat heeft te maken met het feit dat die wijk al zo lang op wijkvernieuwing wacht. En we hebben gezegd, we starten nu met het proces van wijkvernieuwing. Het zou een slecht moment zijn om nu die time-out eraf te gooien. Dus we hebben gezegd, we gaan er in ieder geval tot 1 juni 2014 mee door. En we gaan wel in de tussentijd kijken hoe we meer een structurele oplossing kunnen bedenken. Want uiteindelijk moet Selwerd net zo'n wijk worden als de andere en moet daar gewoon het stedelijk beleid gelden.